maar ben je toch ook een dom. Ik dacht, oh, ik heb nog zin in een koffie. Ik heb al 2 kopjes gehad, dus ik kijk in mijn kopje, hek het helemaal niet op. Oh, hoe dan? Ik heb net de vlogjes van vlog 10 online gezet. Vlog was 10 bedoel ik. Oh, vandaar dat ik nog zin aan koffie had, dat ik het gewoon nog niet op had gedronken. Maar ik ga nu niet nog een koffietje nemen, want ik moet dag 10 nog van de thee adventkalender. Heb ik die? En dag 10 is goedenavondthee. Goedenavondthee. Ik ben benieuwd. Nee, zei deze zijn wel allemaal heel lekker. Ik heb nog geen één smaakje gehad die ik niet lekker vond. Dus die ga ik nu drinken. En dan ga ik verder breien aan mijn gnoom. Gnoom, die heeft een paar dagen stilgelegen. Ik heb nog wat in te halen. Kijk, dit is het boekje. Iemand reageerde net, Clara volgens mij, onder mijn filmpje. Over een boekje dat zij had al vroeger ook al zo'n boekje gehad. En dat ging ze ook altijd Cindy Kleertje breien. En dit boekje, Hobby Poppen, Goed en Beesten Spul, Breien en Haken, heb ik ooit op Marktplaats gekocht. En volgens mij kun je die soms nog wel eens vinden. Hier staan meerdere, ja, ook wel andere dingen in die ik niet leuk vind. Kijk maar, hier staan meerdere patroontjes in. Ook voor Barbie poppen. Dit is een grotere pop. Hoe heet dat ook alweer? Een vrouw van 6 miljoen volgens mij. Barbie weer. En ja, dit is zo'n leuk boekje. Want dit is wel in Nederlands. Kijk, Cindy, hele mooie jurk. Die heb ik toch nog nooit gemaakt. Voor Cindy. Ik heb wel iemand op Cindy Instagram. Die heeft hem wel gemaakt. Erg mooi. Ja, dat, misschien is dat nog een keer leuk om te doen. Dat topje heb ik wel eens gemaakt, die rok nog niet. Maar dat topje was te groot, omdat die pop groter is. Ja, dat is echt super kostbaar bulkske dit. Heb ik echt voor prikkie op Marktplaats gekocht. Een Marktplaats gelukje, zoals Luna Sternetineke zegt. Goed. Nou, dit zijn dan alle uitgelegde patronen. Even nog een stukje verder. Ja, dat duurt nu wel heel lang, sorry, dat was niet de bedoeling. Kijk, ook voor poppen, maar daar heb ik daar niks mee om daar wat voor te breien. Slofjes zelfs staan erin. Oh, hier een leuke project bag, dat is leuk. Oh, die is wel erg leuk. Gehaakte theepot cover. Leuk. Oh ja. Hoe heet dat ook alweer? Hot water bottle. Ja, oh ja, en deze heb ik al een keer gebreid. Dit ponchootje heb ik al een keer gebreid. Dat jasje heb ik niet gebreid, maar ik heb Etsy gekocht. Iemand anders gebreid. Heel mooi, zo'n heel moeilijk steekje. En hier kun je ook nog een grabbelbol breien. Een peert. En dit jurk heb ik al een keer gebreid. Dit pak heb ik al een keer gebreid. Deze nog niet. Kijk, Cindy's tiet valt eruit. Dus dat is een heel leuk boekje. En deze heb ik ook nog, maar hier heb ik nog nooit wat uitgebreid, want ik vind dit meer van die tierenlantijn kleding. Alleen dat kenjasje is wel leuk. Maar goed, dit is meer een beetje niet de stijl waar ik van hou, laat maar zeggen. En het, ik hou meer van de simple knits, maar dat heb ik ook voor mezelf. Dat dus. En ik ben bezig met de gnome. En ik dacht eerst, waarom moeten we wit? Doe ik het wel goed? Heb ik wel goed onthouden dat we wit moeten? Toen was ik bezig en toen dacht ik ineens, ach, tuurlijk, nou weet ik het. Het wordt natuurlijk een gnoom kerstman, sneeuwpop. Dus ja, ik schiet aardig op. Ik moet nu heel veel rondes naar beneden breien en dan weer minderen. En dan moet je vullen. En ik ben nog bezig met de accessoires. Ik heb nu 1 accessoire klaar en er moeten nog een paar lossen. Dus ik ben nog niet klaar. Maar het begint ergens op te lijken. En helemaal leuk. Goedemorgen. Nou jongens, weer. Daar zijn we weer. Wakker. Het is zo laat. 7:05. Ik werd om 6:30 wakker. Helaas regent het heel erg. Maar goed, we gaan eerst even rustig wakker worden. Met ons usual ontbijtje. En dan gaan we de pakjes natuurlijk weer doen. Het is maandag.
Nou, daar gaan we dan weer. Ik ben wel weer benieuwd, jongens. Ik begin vandaag weer met deze. Deze van Katharina. De swap. De Dutch Advent Swap is dit. Ja. Oh, ik was maar twijfel. Oh, jongens, heerlijk weer. Het chocoladebakje is niet helemaal vol. Nog steeds niet. Het theetje en het kaartje. Ik ga eerst lezen wat het is, voordat ik ga kijken. Tracking Sport Citron 1496, 75% scheurwol, 25% polyamide. Nou, ben benieuwd. Tadaa, oeh, weer een blauwtje. Ja, mooi. Dat is een hele zachte blauw. Die lijkt op camera veel feller. Oh, grappig, want ik heb daar nog nooit van gehoord, tracking. Ah, jawel, heb ik wel. Tracking, dat heb ik ook. Ik heb ook een bol sokkenwol van, maar die heb ik nog nooit gebruikt. Oh nee, ik heb er wel van gehoord. Nou jongens, we hebben weer een blauwe. Dus die gaan we er straks weer inbreien. Een mooie subtiele blauwe, niet te fel. Erg leuk. En dan even checken of het altijd leeg is. Ja, het is leeg. Dan gaan we naar 11 van de andere swap. Dus ze zit echt heel goed dichtgeplakt. Dat heb ik daar al. Hier zit wel weer een strengetje in. Daar ga ik vanuit. Ja, dat voel ik ook. Oh, leuk. Oh, die lijkt wel een beetje op die ene die ik al een keer had. Maar het zal wel niet hetzelfde zijn. Dit is mooi, ja. Lijkt ook handgeverfd. Super nice. Dankjewel. Beetje paars zit erin. Ja, ik heb die strengetjes allemaal in die kerstboom. Maar die ga ik... Binnenkort, als ik vanmiddag of zo tijd heb, ga ik zo even wat ik tot nu toe heb even op een rijtje leggen. Die heb ik namelijk nog niet gebruikt. Deze ben ik natuurlijk volop aan het gebruiken. Oh, dit past ook weer erg leuk bij elkaar. Nou, ik ben benieuwd of deze dan ook weer matcht. Van vrouwtje. Nou, het zou wel toevallig zijn. En, daar zit er iets bij. Oh, mooi, 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 mooi. Ja, helemaal mooi. Oh, kijk dan. Hoe zit dat? Bruine roze. Beetje groen-blauw. Oh, prachtig. Wederom een fantastisch kleurtje. Ja, heel mooi. En wat zit hierin? Het is weer zo'n heel plat pakje. Dus er zal misschien wel weer een labeltje in zitten. Ja, er zit een labeltje in. Wacht even. Tadaa, en het staat weer handmade, leuk. Ja, nou dankjewel weer. Ik vind ze weer helemaal mooi. Kijk, zo dit. Oh, dit en dit. Nou, kijk eens aan. Ja, het past wel weer leuk bij elkaar. Nou, dankjewel. En ik ga verder mijn drinkontbijt opdrinken. En een paar vlogmasjes kijken. Ik blijf niet te lang in bed liggen, want ik heb een doel. Maar dat ga ik later vertellen, pas als het gelukt is. Nou, 3 keer gegaan waar ik ben. Helemaal nat geregend. Maar ik ga zwemmen. Ja, daar ben ik dus. Goedemiddag, daar ben ik weer. Ja, ik had een hele gezellige breivisite. Ik heb natuurlijk wel niets gefilmd. Ik heb ook niet aan gedacht. We zaten zo lekker te kletsen. Ik ben bezig nu. Ondertussen heb ik inderdaad wel gebreid aan mijn sjaal. Dus de zwarte, de blauwe en weer de zwarte. Het zijn zulke lange rijen nu. Het duurt echt veel te lang nu. Maakt niet uit. Maar goed, het is. Ik ben nu de tweede blauwe lijn er aan het inbreien. Ik heb nog even een 20 minuutjes en dan wil ik gaan koken. Ik zit naar Janna Jinten te kijken. Ik weet niet of jullie die kennen. Zij heeft heel veel volgers, dus waarschijnlijk wel. Zij woont in Noorwegen. Och, ze heeft altijd de mooiste beelden. En ze hebben een jewelry. Ja, juwelen ontwerpt zij en dat verkoopt ze online. Dus ze is echt wereldberoemd. Ja, ik weet niet hoeveel volgers ze heeft. Heel veel. Maar dat zat ik gisteren nog naar te kijken, dus dan wou ik nog even afkijken. En wat gaan we maken ook alweer? Hoe heet dat ook alweer? Kip met spinazie en
Ja, pasta. En dan van die roomsaus erdoor. Dus dat ben ik aan het doen. En ik heb gezwommen. Ja, het was ineens een druk... Kijk, dat is gezellig. Een drukke bedoeling, want mijn vriend kwam ook nog vanmorgen even langs. Na het zwemmen, nou ja. Dus ik ben de hele dag druk geweest. Maar ik moet zeggen, na het zwemmen voel ik me eigenlijk heel goed. Voelde ik me heel goed. Mijn rug... Ik heb die pijn nog niet weggevoeld. Ik ben wel gestopt met die medicijnen, want dat is niks voor mij. Ik doe het gewoon op wilskracht nu. En dat dus. Nou, tot later. Oh, ik zei dat Jonna Jinten uit Noorwegen kwam, maar ze komt uit Zweden. Ik heb het weer niet goed. Zweden stond eronder. Ja, goedenavond. Daar ben ik weer even. Ik denk dat ik deze ga uithalen. Ik voel het niet. Ik denk dat het een beetje verspilde tijd is. Ja, wat ik er al verspild heb, maar dat vind ik niet zo heel erg. Maar ik weet het niet. Ik voel het niet. Ik voel het ook niet zo bij die sok, als ik heel eerlijk ben. Wel bij mijn sjaal, die wordt echt mooi. Bij mijn gebreide versie. Kijk, die wordt prachtig. De rijen worden steeds langer. En, dus wat moet ik doen? Moet ik dit uithalen? Let me know. Ja, het wordt toch, het is toch uitgehaald. Dus je hoeft het me niet meer te laten weten. Ik heb het al uitgehaald. Ja, hallo, goedenavond. Hier ben ik nog even. Als het goed is, heb je net gezien dat ik de gehaakte versie van mijn scrappy sjaal heb uitgehaald. Ik voelde het totaal niet. Het idee was heel leuk. Ik zag het natuurlijk bij Ellie van Little Drops of Wonderful. Zij zo'n ongelooflijke leuke driehoeksjaal op de bank had liggen. En dacht ik, oeh, ja, leuk, dat ga ik ook doen. Maar ik merkte aan mezelf dat ik toch een beetje, misschien wel een beetje te veel heb. En ik ben toch ook niet zo'n haakster gewoon. Ik heb daar nooit zoveel zin in. Het is dan echt iets wat ik dan nog moet doen of zoiets voor mijn gevoel. Dus ik dacht, nou, gaan we niet moeilijk doen. Ik ga het gewoon uithalen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb een klein stukje niet gefilmd, maar wel laten zien dat ik hem uit wilde halen. En hier zijn alle bolletjes. Dus die is er niet meer. Die gehaakte sjaal. Dus is weer één. Ja, weet niet. Ik heb denk ik gewoon iets te veel op het moment op de pennen. Advent dingen dan. Dus deze bolletjes, die gaan we bewaren. Want ik dacht, als ik al een tweede sok van deze wil gaan breien. Want ik voel dit ook niet. Ik weet niet waarom. Ik voel het niet. Ik zit er eigenlijk een beetje met tegenzin aan te breien. Maar ik dacht ook wel weer, als ik al een tweede sok van deze opbreid, heb ik helemaal geen kleur, die kleurtjes niet meer. Dus ja, ik... Dus als ik al een tweede sok wil breien, dan kan ik hem breien. Want ik heb nu wel deze bolletjes. Maar ik heb bij deze boord ben ik ook met een ander bolletje begonnen. Daar heb ik ook niks meer van. En ik denk echt zelf dat ik hem uit ga halen. Dus heel... Ik weet niet waarom. Ik vind de kleurcombinatie niet mooi. Ik voel het niet van... Oh, wat waren dit leuke scrappy socks. Of ligt het nou aan mij? Het ligt niet aan Catharina, hoor. Want ik zou dit de Catharina sok gaan noemen. Misschien bestaat die morgen niet meer. Dat weet ik nog niet. Dus... Ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Wat is wijsheid? Tip van Flip, wat vinden jullie? Ik vind het eigenlijk, als ik het niet voel, moet ik het gewoon niet meer doen. Haal uit, maak ik scrappy bolletjes ervan en komt het in een ander scrappy project wel terug. Ja, dan kan ik het altijd nog in mijn gehaakte scrappy deken haken. Waar ik wel heel veel plezier aan heb. Dus die bolletjes komen vroeg of laat dan ergens bij in. Dus dat is één ding. Dus ik weet... Ik wil zo graag aan de ene kant jullie advies, want aan de andere kant denk ik, nee, ik ga het gewoon uitrappen. Maar ik laat dit nog even een nachtje op de pennen staan. Ik kan dit altijd nog bedenken, dat ik die uit ga halen. Dus dat is dat. Maar wat ik wel voel, en dat vind ik wel heel fijn, is natuurlijk de Vira Shawl. De rijen worden echt steeds langer, dus ik doe er echt best wel lang over. Ik moet nog één keer terug met zwart terugbreien. En dan kan ik morgen weer een nieuwe kleur aanhechten. Dit is ook wel heel gekleurd, maar hier zit dan natuurlijk die zwarte rij tussen.
En ja, dus dit ga ik niet uit handen, zeker niet. Dit ga ik zeker afmaken, maar ik denk ook zeker als dat helemaal klaar is en dan met die rand, als je niet weet welk patroon ik gebruik, de Wira shawl. In 2 vlogs geleden heb ik de linkjes geplaatst, dus kun je het even opzoeken. En volgens mij ook in de eerste vlog, volgens mij. Dus ik denk echt dat het een hele leuke sjaal wordt. Ook aan het eind komt die zwarte soort van, ja, zo'n soort van gebreide kantenrand. Ik weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen. Ik zal een plaatje invoegen van de originele Wira shawl. Dat kan ik nu. Dus dit vind ik wel echt heel leuk. En hier ga ik gewoon lekker mee door. Dus die scrubs komen zeker van pas. En die blijven ook van pas komen. En de rijen worden ook steeds langer nu. Dus ja, straks heb ik natuurlijk veel meer garen nodig om 2 keer 2 rijen te breien. Dus dat. Grappig, hè? Ik dacht wel gisteren. Ik zit er eigenlijk de hele tijd al over te twijfelen, hoor. Ook over die sok. En dan denk ik, ah nee, brei nog maar verder. Maar ook met die roll the dice. Ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon. Ik vind deze kleurtjes helemaal niet mooi bij elkaar. Eigenlijk niet, helemaal niet mooi bij elkaar. Ik was natuurlijk dit en dit begonnen zelf. En dit was dan vanaf de adventkalender. En ja, ik weet het niet. Het is gewoon niet een scrappy sock waar ik blij van word. En meestal word ik van scrappy socks brei juist heel blij. Want dan, dat is het misschien ook wel. Normaal brei ik gewoon door. Dan pak ik. Heb ik zoveel rijtjes gedaan, pak ik weer een kleurtje, ga ik weer verder. Brei ik echt van rij naar rij. Maar omdat je nu ook elke keer moet wachten tot het volgende bolletje bekend is. Misschien is dat ook wel een beetje de reden dat ik het niet zo fijn vind. En ja, ik heb wel veel tijd in deze gestopt, dat dan weer wel. Maar I'm not feeling it. Maar goed, ik ga dit nog niet uithalen. Ik denk, morgen moet ik werken. Dus als ik het ga uithalen, ga ik dat morgenavond beslissen. Dus jullie kunnen dan onder de vlogmas reageren. Van ja doen, uithalen of nee, heel alsjeblieft niet doen. Maar goed, ik weet dus niet of ik er wat op uit doe. Daar zeg ik vast bij. Ja, grappig hè. Maar ik wil gewoon eigenlijk, daar komt ook een beetje op neer. Ik wil mijn tijd gewoon niet verdoen aan dingen breien die ik dan toch niet zo leuk vind. Dan kan ik beter aan iets gaan breien wat ik wel leuk vind. En dat ga ik dan liever doen. Ik zie dat mijn beeld scheef staat. Het is wel een beetje irrie. Maar ik kan het nu niet meer veranderen. Dus ja, dat ga ik dan doen. Dus dan brei ik liever gewoon hier aan, want dit zijn best wel lange rijen. En als ik dan weer morgen ook moet werken elke dag, kan ik s'avonds gewoon lekker kleurtje erin breien. En dan 's morgens wel mee beginnen. Maar dit wordt echt een hele, ja, uiteindelijk een diepe punt met hele lange punten. Er komt een heel leuk randje onderaan in zwart. Dit is helemaal leuk. Dus dat wil ik even met jullie delen. Vandaag was heel gezellig. Vanmiddag kwam ik. Ik heb best wel een drukke dag. Ik heb al een tijdje een zwemabonnement. Maar daar ging ik even niet naartoe. In verband met mijn nieuwe werk. Maar nu dacht ik, ja, je moet gewoon weer gaan. Dus ik dacht, ik stiekem al, doe ik in januari wel. Maar ik dacht, nee, waarom wachten tot januari? Dat is echt weer zo'n excuus om het dan uit te stellen. Dus ik dacht, niks daarvan. Jij gaat gewoon maandagochtend om 9 uur lig je in het zwembad. Ik gun mezelf van altijd wel even de tijd om rustig wakker te worden. Dus inderdaad, ik lag om 9 uur in het zwembad en het was heerlijk. Het was heel, ik ging koersen voor om nu in het warme bad gaan. We hebben in Hengelo meerdere opties. En ja, dat was gewoon leuk. Er was een aerobic groep, of ja, hoe zeg je dat? Aqua aerobic groep ook bezig. Er was muziek aan en het was gewoon superleuk. Nou, dan kwam even een kind binnen, dus ik was even afgeleid. Maar ik zei in ieder geval, het was dus heel gezellig in het zwembad. Ja, die sfeer was heel anders dan in het koude bad. En ik hoefde niet zo vroeg, want in het koude bad moet je voor 8:30, dan moet je weer weg zijn. En nu kon ik dus om 9 uur. Dus dat was een heel goed, was heel leuk. Ik zag er heel tegenop gisteren, maar ik was heel blij dat ik was gegaan. Ik ben rugpijn. Op het moment voel ik het niet, gelukkig. Dus ik hoop dat het beter gaat. Dat het misschien toch een soort overbelasting was. En dat ik vorige week een paar dagen thuis ben geweest, toch de ergste pijn weg is. En ik dacht, ja, ik moet ook gewoon mijn rugspieren sterker maken. Ik heb dat zwemabonnement, dus ga gewoon zwemmen en ga niet aan de pillen. Dus die pillen die heb ik ook niet meer. Ik slik wel af en toe misschien een paracetamolletje, maar dat is prima.
Dus dat was heel leuk. Toen ben, daarna ben ik even naar de kringloop gegaan. Heel even kort, want daar kun je koffie drinken voor 50 cent. En die kringloopwinkel is dichtbij het zwembad. En toen ging ik boodschappen doen. Of boodschappen, dingen voor het eten kopen. En toen kwam ik thuis. Toen appte mijn vriend van, ben je thuis? Kom ik even koffie drinken. En dat was ook helemaal leuk. Toen heb ik geluncht. Ik heb tussendoor nog even snel een beetje opgeruimd. En vanmiddag kwam Rut. Die kwam gezellig brijf zitten. Ze hebben heel leuk gekletst. En Crea draait Rut op Instagram. Dus dat was helemaal leuk. En toen was ze om rond een uur of vier weg. Dan heb ik nog even zitten breien. En daarna heb ik gekookt en gebreid. En toen kwam ik erachter dat ik... Dat ik dus niet blij werd van die gehaakte sjaal. Ik dacht, nee, dan kan ik beter die scraps uiteindelijk in mijn deken haken, die ik wel heel leuk vind, mijn Granny Stripes deken. En mijn tijd gewoon benutten voor dingen waar ik wel graag aan werk. En wat ik zeg, deze sok gaat nog een vervolg krijgen, ik weet het nog niet. Nou, dat was het even voor nu. Ik heb alweer in totaal 10 minuten volgekletst, zag ik. Ik zal deze vlog zo meteen gaan editen. En komt hij wat later online. Nou, en dan zie ik jullie morgen weer op 12 december. Fijne avond.